Welkom bij de videohandleiding van de ILVO Rantsoen Toe Vleesvee. Download en eerste opstart. In deze eerste video toon ik hoe de Rantsoen Toe gedownload kan worden en hoe de Rantsoen Toe voor de eerste keer geopend wordt. Ook leert u de nodige instellingen aanpassen om de Rantsoen Toe correct te gebruiken. Om de ILVO Rantsoen Toe te downloaden, surft u naar www.rundveeloket.be/rantsoentoe_vleesvee. Op deze webpagina krijgt u bovenaan nuttige informatie en handleidingen voor de Rantsoen Toe. Iets lager op de pagina vindt u een groene knop om de Rantsoen Toe Vleesvee te downloaden. Druk op deze knop om het downloaden te starten. Nadat u op de groene knop hebt geklikt, verschijnt een keuzevenster. Kies hiervoor Opslaan als. Zo kan u zelf kiezen waar en onder welke naam de Rantsoen Toe wordt opgeslagen. Er verschijnt een nieuw scherm waarin u kan kiezen waar en onder welke naam de Rantsoen Toe wordt opgeslagen. Kies hier een lokale schijf en een naam die u makkelijk kan terugvinden. U kan uiteraard ook de naam gebruiken die automatisch gesuggereerd wordt. Ik kies er hiervoor de Rantsoen Toe op te slaan op het bureaublad onder de naam ILVO Rantsoen Toe Vleesvee. Eens u op opslaan heeft geklikt, wordt het programma opgeslagen zoals u heeft aangegeven. U kan de Rantsoen Toe nu terugvinden in de map en onder de naam die u geselecteerd heeft bij het opslaan. Dubbelklik op het bestand laat het programma openen in Excel. Eens het programma geopend is, kan het noodzakelijk zijn enkele instellingen aan te passen. Als er bovenaan het scherm een lichtgele balk te zien is, klikt u in deze balk op de knop Bewerken inschakelen. Mogelijk kan u ook via een lichtgele balk kiezen om Macro's inschakelen toe te staan. Controleer voor de zekerheid of de macro's ingeschakeld zijn. Dit doet u als volgt. Selecteer in het menu Bestand de keuze Opties. Er verschijnt een nieuw venster waarin u onderaan Vertrouwenscentrum kan selecteren. Klik hierop en u wordt geleid naar een venster waarin u in de linkse kolom Macro's kan selecteren. Eens macro's geselecteerd, kan u in het rechtse kader aangeven dat u macro's altijd wil inschakelen. Druk op OK tot alle grijze vensters gesloten zijn. U bent nu klaar om de Rantsoen Toe te gebruiken. Vanaf nu kan het programma elke keer opgestart worden vanuit de map waarin u het programma heeft opgeslagen.